Goedenavond, welkom. Dit is het COVID-19 journaal. Vandaag laten we een groep aan het woord die het morgen voor het zeggen heeft. Ja, dan hebben we het over onze jongeren. Wat we meegeven aan deze groep is wat we morgen terug moeten krijgen. Maar alvorens we dat doen, laten we toch nog mevrouw Eersel eerst aan het woord over het nieuw coronavaccin. Ja, dus ten aanzien van vaccinontwikkeling hebben we gemerkt dat de afgelopen weken er steeds meer nieuws is over vaccins die op de markt kunnen komen. Maar nog geen enkel vaccin is nog vrijgegeven. Pfizer bijvoorbeeld is een van de eerste geweest. Moderna hebben we ook gehoord. Maar al die vaccins moeten nog getest worden door de gezondheidsautoriteiten, in dit geval Amerika. De Food and Drug Administration moet een en ander nog checken, alle gegevens, of het klopt wat Pfizer zegt, dat ze meer dan 90% effectief vaccin hebben. Ook kijkt de FDA naar bijwerkingen. Want het vaccin moet werken en het moet veilig zijn. Het is toch nog niet op de markt, maar verschillende landen zijn al bezig voorbereidingen te treffen. De Chinezen hebben ook vaccin in de pipeline, de Russen ook. In totaal zijn er misschien wel 50 vaccinkandidaten. Wij zijn blij met deze ontwikkeling, want dat betekent dat we eerder aan vaccins kunnen komen, ook Suriname. Ja, maar wij gaan voor veiligheid en effectiviteit. Wat het Pfizer-vaccin betreft, dat dus vorige week is aangekondigd, dat kan alleen bij min 50 graden Celsius opgeslagen worden. Dat is niet haalbaar in Suriname. Wij hebben niet op grote schaal dergelijke vriezers. En Pfizer heeft ook gezegd, het is niet zo geschikt voor ontwikkelingslanden. Pfizer is nu bezig om een poedervorm te ontwikkelen van het vaccin, zodat het wel over verschillende landen in de wereld gedistribueerd kan worden. Wij volgen deze ontwikkelingen. We worden hierin geadviseerd door de PAHO en de WHO en ook door de Nederlandse overheid. Twee weken geleden was er een hoogambtelijk overleg hier in Paramaribo. Er is ook een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid van Nederland gekomen. En die hebben ons toegezegd dat ze ons op de hoogte houden van de vaccinontwikkelingen wereldwijd. En zodra Nederland vaccin gaat kopen, dat is mondeling toegezegd, zullen ze Suriname ook helpen. Waardoor we misschien een deel van de bevolking kunnen vaccineren. Zo hebben we het dan net gehoord van mevrouw Eersel dat er inmiddels wel al een coronavaccin op de markt is. Deze hoort weliswaar nog goedgekeurd te worden door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En dan nu onze jongeren. Wat we vandaag aan deze jongeren meegeven is wat we dus morgen terug zullen krijgen. Deze jongeren hebben een uitgesproken mening over de maatregelen die genomen zijn tegen het coronavirus. Maar natuurlijk ook wel over wat zij allemaal gedaan hebben in deze coronatijd. Vandaag hebben wij twee jongeren die hun mening zullen delen over het COVID-gebeuren in en buiten Suriname. Welkom Chanelle en welkom Vilcano. Zoals ik het in mijn intro aangeef, is dat jullie je mening gaan geven over het COVID-gebeuren. Voor jullie mijn eerste vraag. Hoe is het leven voor jullie sinds COVID-19? Chanelle. Dankjewel. Het leven sinds COVID-19 is zoals iedereen voor mij drastisch veranderd. Ik heb veel beperkingen gehad, maar ik heb ook veel van mezelf mogen ontdekken. Ik heb mogen ontdekken de talenten die ik nog bezit, behalve de talenten waarvan ik op de hoogte was. En ik heb mogen groeien binnen die talenten. Oké, en Vilcano? Ja, dankjewel. Natuurlijk ook voor ieder is alles veranderd. Je inkomen zijn minder geworden en natuurlijk ook, ik ben ook meer gaan weten wat mijn talenten zijn. Mm-hmm. Dus dat is het zo een beetje. Oké, en wat zijn de enkele positieve dingen die jullie hebben meegemaakt tijdens COVID-19? Chanelle. Zoals ik eerder aangaf, ik heb meerdere talenten mogen ontdekken. Ik ben gestart met mijn onderneming. Ik ben gestart met stikken. Ik heb veel mogen ontdekken van mezelf. En dat was positief voor mij, omdat hoe meer je ontdekt, hoe meer je groeit. En groei is altijd goed voor mij. Oké, en Vilcano? Zo, ik heb heel veel positieve dingen. Ik heb leren koken. Oké. Okay. En ook veel lezen. Ik hou van lezen, maar dit heeft ook gemaakt dat ik dieper in ben gegaan
met de boeken die ik had, vooral mijn Engelse taal, ben ik ook meer gaan lezen en meer gaan studeren. Dus dat is het zo'n beetje. En ja, je education gaat dan op een bepaalde level als je veel leest en dan ontdek je woorden die je niet eens eerder hebt gezien. Jullie zijn bij de school van Immigrant, toch? Ja. Ja. Oké. Hoe hebben jullie gedeeld tijdens COVID-19 met school? Ja. Nou, voor mij heeft het op dat gebied, school, geweldig gewerkt. Want ik ben gegaan van fysiek onderwijs naar online onderwijs. Ja. En dat was voor mij beter, waarom ik kreeg meer space om te studeren. En ik voelde me beter op mijn gemak dan in de klas zitten. Oké. Om eerlijk erover te zijn, het is een beetje minder prettig voor mij geweest dit schooljaar, omdat ik het niet heb gehaald. Omdat internet een probleem was. En ook je mobiel, als je geen een smartphone hebt, heb je een probleem, dan kan je niet online lessen. Dus dan, dat is dan een probleem geweest. En ja, ik heb het dan niet gehaald. Was heel erg voor mij, maar Dus wat je aangeeft is eigenlijk dat je wat lessen hebt gemist, om het zo te zeggen, opbouwen van helemaal. Helemaal. Komen verder op de volgende vraag. Wat is jullie mening over de COVID-maatregelen die ons is voorgelezen? De COVID-maatregelen voor mij waren rustgevend. Het is een soort zekerheid dat we hebben gehad van hey, als je je handen wast, je houdt afstand en je ontsmet bij alles wat je hebt aangeraakt, dan dat je dan beschermd blijft. Maar ik begreep in het begin niet wat het eigenlijk uitmaakt als ik mijn handen zou ontsmetten. Want je hebt dan, ik ben doorgaan hebben hoeveel ik mijn gezicht aanraak en hoeveel ik mijn ogen aanraak. En dus het was voor mij, die maatregelen waren voor mij goed, omdat er ook een bepaalde bewustwording komt op hygiënegebied. Ik vind ze verder heel goede maatregelen. De beste eigenlijk dat we konden toepassen. En De maatregelen, ik ga niet zeggen dat ze niet goed zijn. Ze zijn goed. Je handen wassen, je mondkap dragen, je handen ontsmetten. En ook, ze zeggen ook 1,5 meter tot 2 meter houden van elkaar. Ik vind van de mensen die het dan introduceren naar het volk toe, moeten het dan ook houden. En het staat daar. En ze zijn goed, ze zijn heel goed. Ze zijn heel goed en ja, we beschermen onszelf ook met deze COVID-19 ziekte. Maar het is goed. Heel goed. Jullie zeggen het allemaal en houden jullie je wel aan die maatregelen? Zoals ik eerder aangeef, ik raak mijn gezicht echt veel aan. Ja. en het lijkt alsof nu daar al weten dat je gezicht niet moet aanraken. Maar juist jeukt het ergens onder je ogen of ergens bij je oor. Dus ik zal niet zeggen, ik hou me echt aan de regels. Maar ik probeer die afstand te houden, mijn handen te wassen, te ontsmetten. Mm-hmm. En dat was echt een goede kans om mensen te zeggen, hey, blijf ver van me. Snap je? Ja. En elkaar ook? Ja, we proberen, net hoe mevrouw Chanel het heeft aangegeven, we proberen ons aan de regels te houden. Ja, op school, ja, soms kom je in de war en je gaat, hey, hoe gaat het met je ma? Hey, 2 meter afstand. Maar we proberen, we doen ons best. Oké, en als laatste zou ik willen vragen, hebben jullie een boodschap naar de jongeren door elkaar? Ik zou zeggen, hou je aan de regels. Wees niet koppig. Gehoorzaamheid. En trek vooral je mondkap op. Yes. En Nou, om een beetje af te wijken van het heel COVID gebeuren, wil ik aan de jongeren meegeven. Gebruik deze vrije tijd dat je hebt goed. In die zin van ga jezelf ontdekken, jezelf leren kennen. Groei in deze periode. Wanneer je voelt dat je baalt, ga lezen, ga kijken wat je beter kan doen, een beetje bezinning, weet je? En dan moet het goed komen, dan baal je minder. Oké, okay. Thank you. Ik zou jullie willen bedanken voor jullie tijd en natuurlijk over jullie meningen over het COVID-19 gebeuren in en buiten Suriname. Dankjewel. Zo hebben we het gehoord van onze jongeren. Duidelijk is dat deze jongeren een uitgesproken mening hebben betreffende dit onderwerp. Vandaar dat het COVID-19-journaal heeft gemeend om iedere vrijdag deze jongeren aan het woord te laten.
Uiteraard is het natuurlijk een wisselwerking tussen jong en oud, want we kunnen van elkaar leren. Maar wat ze wel duidelijk naar voren hebben gebracht, is dat de maatregelen inderdaad werken. Laten we ons AUB ook eraan houden. Mondkap op, je handen op tijd wassen, zeker niet te vergeten de sociale afstand houden. Dit was het voor het COVID-19-journaal. Goedenavond.